the Week uit de Jupiler League. En dat is niet geheel toevallig, want Jan Joost is niet zomaar ziek. Een wedstrijd van Cambuur Leeuwarden. Cambuur Leeuwarden tegen RKC Waalwijk, trouwens nog van harte beterschap Jan Joost bij deze hoor. Die speelden 8 keer eerder tegen elkaar. 4 keer in de eerste divisie en 4 keer in de eredivisie. En het is een beetje gelijk verdeeld. 2 keer werd er gewonnen door Cambuur. 2 keer werd er ook gewonnen door RKC Waalwijk. En 4 keer werd er gelijk gespeeld. En de laatste ontmoeting dateert van mei 2000. Dat was een wedstrijd in de eredivisie. We nemen u even mee terug in de tijd, ook voor de liefhebbers uit Leeuwarden. De stand is op dat moment 1-1. RKC is dan al veilig in de competitie. En Cambuur staat op dat moment 17e. En is het Sandor van der Heijden die uiteindelijk 2-1 zal maken, waardoor Cambuur in de competitie komt, maar uiteindelijk toch zal degraderen. Het laatste doelpunt in de eredivisie gemaakt door Sandor van der Heijden. Na 8 jaar opnieuw actief bij Cambuur in de Jupiler League. Het laatste doelpunt in de eredivisie dus gemaakt door jou? Ja, dat klopt ja. Dat is absoluut waar ja. Nou, maar hopen dat we hier snel weer iemand als eerste doelpunt te maken in de eredivisie kunnen krijgen. Maar goed, dan moeten we wel wat anders presteren dan we nu doen. Dat is duidelijke taal inderdaad, want Cambuur staat helemaal onderaan op een 20e plaats. Eerder dit seizoen werd die wedstrijd natuurlijk ook gespeeld. En toen werd het maar liefst 6-3 in het voordeel van RKC Waalwijk. Met een hoofdrol voor deze man, Kevin Fink. Hij speelde slechts 20 minuten, maar maakte erin een loepzuivere hat-trick. Dat gaat goed met deze Fink. Hij heeft een verbeterd contract op zak. Hij tekende deze week bij tot 2010. En deze vrije doelpunten zullen daar ook een klein beetje bij hebben geholpen in de wedstrijd tegen Cambuur. Dat vandaag dus opnieuw de tegenstander is. Alleen vandaag in Leeuwarden. RKC is koploper. Het gaat de laatste weken wat minder. Is de druk misschien ook groter geworden voor RKC de laatste tijd? Ja, een klein beetje. Ja, maar goed, ik probeer gewoon altijd op mijn manier leiding te geven en training te geven. Omdat, ik bedoel, ik denk dat ik mijn groep heel goed ken. Als individueel, als hele groep. En ik denk dat als we druk alleen maar opleggen, dat het allemaal minder gaat. Dus proberen we aan te geven wat dat fout was geweest. En dan waren spelers met ons eens. En iedereen was kritisch geweest, ook naar elkaar toe. En goed, wij moeten vanavond druk zetten. De ploeg van Zeljko Petrovic gaat dus vandaag op de aanval spelen. Maar ook Cambuur zal zich zeker niet ingraven. We speelden vorige week een knotsgekke wedstrijd, Cambuur tegen Veendam. 4-4. En die wedstrijd kregen trouwens Van Noordweg en Hooiboer geel. En zij zijn alle drie geschorst. Maar wel beschikbaar vandaag de clubtopscorers Barakat en Mbouwa, allebei goed voor 7 doelpunten. Zeljko Petrovic heeft in het elftal van RKC Waalwijk weer zijn plaatsje vrijgemaakt voor spits Fred Benson. Hij stond op 23 december voor het laatst in de basis. Hij is weer helemaal hersteld van een spierblessure. Die Gregorio zit daarom op de bank. Het commentaar bij de beelden is van Michiel Teling. Het begin van het duel tussen de nummer laatst en de koploper in de eerste divisie. Cambuur thuis tegen RKC. RKC dat wat goed te maken heeft na de nederlaag van afgelopen vrijdag in eigen huis tegen Volendam. En direct kan RKC aan de bak, wat heet. Het is een goed schot van Ferdinand Katipana, de redding van Zwarthoed. Zo is de start van de ploeg van Jurij Koolhof veelbelovend. Fern Snoil, de Keula vraagt, maar krijgt de bal niet. Geen buitenspel, het was wel buitenspel voor de Keula. Maar niet voor Ogunjimi. En die kan bijna scoren. Wat heet? Nog een kans. En dan de redding in tweede instantie opnieuw van Van der Vlag. Eerste grote kans voor RKC in deze wedstrijd. Sommige supporters van Cambuur protesteerden wat tegen de slechte resultaten. Bleef het eerste kwartier weg. Maar zoeken inmiddels een plekje op de tribune achter het doel van Zwarthoed op. 1 kans is er geweest voor RKC, dat de wedstrijd toch wel min of meer controleert. De eerste 6-7 minuten na, toen Cambuur sterk uit de startblokken kwam. Wel nu even heel veel spelers van RKC op de helft van de tegenstander. Dan wordt het wellicht dreigend. Ogunjimi, de kans op Benson en van de lijn gehad. Of net daarvoor, door Chris de Wacht. Van der Wij met Gudde. Gudde wint, Bakens. Brak, Snoil. Zo onrustig is het eigenlijk in de gehele eerste helft geweest. Jansen. Erlangs. Bij Hans Mulder, Rudy Jansen. Goed gedaan. En de kans. En niet de goal. Maar het kan alsnog. Jawel. Daar is de openingstreffer van Halil Kolak. Uitstekende actie van de aanvoerder en rechtsback Rudy Jansen. Het afleidende werk van Mark Mbouwa. En uiteindelijk, als er eerst nog een redding is van Zwarthoed, komt de bal voor de voeten van Kolak.
En die maakt zijn eerste doelpunt van het seizoen. 1-0 voor Cambuur. Gudde. Kolak. Overtreding Snoil. Het mag verder van Liesveld. Daarna een hoogstandje van Snoil. Obodai. En Dusli Mulder. De Keulaar komt hier dan de eerste kans voor RKC in de tweede helft. Goed teruggelegd. En Garcia kan dan scoren. Maar stuit op Van der Vlag. Prima aanval van RKC. Eerst het hoogstandje van Fern Snoil. En dan de kans voor Garcia. Benson. Sterk het lichaam gebruikt. Fred Benson. En nog altijd aan de bal. En bijna scorend. Zo is RKC op zoek naar de gelijkmaker in deze tweede helft. En is het al twee keer in het eerste kwartier na rust dichtbij geweest. De Keula. Benson, ja, daar komt zijn kans. Fred Benson en weer de redding van Van der Vlag. Wat staat de keeper van Cambuur geweldig zijn doel te verdedigen vanavond. Er staat bijzonder veel wind in Leeuwarden. Het zijn barre weersomstandigheden. Het is eigenlijk helemaal niks voor een voetbalwedstrijd. En geen buitenspel voor Juliana op weg naar 2-0. Jurik Juliana, ja, hij doet het. Vorige week maakte hij er al twee in de wedstrijd tegen Veendam. En nu zet hij na iets meer dan een uur Cambuur op 2-0. Het matige uitverdedigen van RKC. Dan staan er wat spelers van Cambuur buitenspel. Maar dat geldt natuurlijk niet voor Juliana die ijskoud blijft. En de bal achter Zwarthoed werkt. 2-0, wat een luxe voor Cambuur. Juliana. En dan ligt er alle ruimte voor Cambuur om uit te lopen naar 3-0. Van der Wij omzeilt Bakens. Maar de kans is nog niet voorbij. Zwarthoed redt en dan gaat hij mee. Hij gaat er niet in. Omdat Kolak mist van dichtbij. Goed werk van Kolak. Van der Wij is mee. Datzelfde geldt voor Juliana bij de tweede paal. En die mag het doen. Alsnog Van der Wij. Hoekschop. Dat is de eerste helft. Het aanzien nauwelijks waard. De tweede is absoluut vermakelijk. En 10 minuten nog. En daar de bal op de paal. De kopbal van Mbua eindigt buiten bereik van Zwarthoed op de paal. Zomaar diep richting Tim Peters. Nou, doet hij het dan? Nee hoor, weer een kans verprutst door RKC. Het is eigenlijk onvoorstelbaar hoe er met de kansen wordt omgesprongen door de spelers van Petrovic. Het zit erop in Leeuwarden na 93 minuten voetbal. Zeer verrassend, de nummer laatst in de Jupiler League. Cambuur wint met 2-0 van koploper RKC Waalwijk. RKC dat in 7 dagen tijd twee keer verliest en maar liefst 6 punten verspeelt. Het was niet zozeer het feit dat RKC geen kansen creëerde. Maar het was meer het feit dat het ze niet kon benutten vanavond in Leeuwarden. Wij zijn met z'n allen stilletjes klootzakken, denk ik. Als je 7-8 open kansen mist. En met name de eerste 10 minuten, tweede helft. Dat waren gewoon 400% kansen. Kansen die kan je gewoon niet missen. Ik begrijp ook niet dat die ballen niet erin gingen. Wij stonden op de onderste plaats en dan, dan ontbreekt er nog wel eens iets aan. En vooral het beetje geluk dat wij nodig hebben gehad om ons eroverheen te helpen. Dat heeft er wel eens aan ontbroken. Maar vandaag was dat zeker absoluut het geval. En dan de jongens gingen er steeds meer in geloven. En als je net voor rust 1-0 maakt, is dat natuurlijk een heel lekker gevoel. Wat dat betreft hebben wij het ook nog gewoon in eigen hand. Want we hebben Zwolle, die moet nog bij ons komen. Dus we moeten gewoon zorgen dat we nou even de koppen bij elkaar steken. En allemaal weer dezelfde kant op gaan. Nou ja, dan ben ik positief gestemd. Ja, want wie wordt de kampioen? Wij gaan er nog steeds voor. Dus ik denk niet dat we het hier weggegooid hebben.
Ja, oude tijden herleven daar in Leeuwarden. 4100 mensen daar in het Cambuurstadion. Zagen een wedstrijd waarbij Cambuur weer eens wist te winnen. En de laatste plaats zal overdoen aan andere ploegen. Maar dat ziet u later in deze uitzending.